gemeentetuin staat dit jaar in het teken van Londen met de slogan Liefst uit Londen. Londen is een wereldstad en zo dichtbij. Met ruim 7,5 miljoen inwoners behoort de stad tot de grootste van de wereld. De stad is rijk aan historie en op veel plekken herkent u ook het cultureel erfgoed van deze stad. Hiernaast staat de stad dit jaar natuurlijk centraal voor de Olympische Spelen 2012. Londenaren en overigens alle Engelsen zijn gek van onze producten. Het zijn tuinliefhebbers bij uitstek en zij kopen dan massaal bloembollen en bolbloemen. Onze inziens behoort Londen dan absoluut tot het rijtje van gekozen thema's voor de lentetuin. En de lentetuin brengt op deze wijze een ode aan een belangrijk afzetgebied. Wanneer u om heen kijkt, dan ziet u dat wij op vele fronten hebben getracht de stad te symboliseren. De belangrijkste thema-eyecatchers, natuurlijk de Tower Bridge, de Big Ben en de Engelse bus. Het was even spannend, maar alles kon weer naar binnen. En zelfs de toegangsdeur is hiervoor aangepast. Met de lentetuin promoten we onze producten, zowel aan de handel als aan de consument. Hier is een volledige bloembollen experience gebouwd, die alle associaties die bloembollen hebben met zich meebrengt. We verkopen onze producten hier met liefde en dit jaar met liefst uit Londen. Tot slot wil ik graag een woord richten tot de mensen thuis, de mensen die morgen de krant overslaan of morgen wellicht naar het nieuws kijken. Dames en heren, Londen is calling. Hier op de Lentetuin in Bresant. Een voorjaarsbeurs met Olympische kwaliteit dicht bij huis. We heten u van harte welkom. Ik vind het heel plezierig om hier te zijn. Best een beetje trots ook om burgemeester, wel dan waarnemend, maar wel een hele echte burgemeester van Hollands Kroon te mogen zijn, deze mooie nieuwe gemeente. En ik vind het ook super om hier te mogen zijn. Ik kwam net binnen en je komt echt in Londen binnen. Een geweldige prestatie die vrijwilligers geleverd hebben om dit te maken. Ik mocht een aantal weken geleden bij een 50-jarig huwelijk bij mensen thuis komen. En de bruidegom was een gepensioneerd scheepswerktuig, een timmerman van de scheep altijd. En die heeft hier meegewerkt aan deze brug en hij wist met veel verve te vertellen wat hij allemaal aan het bouwen was. Dat was natuurlijk heel geheim, dus ik heb het ook verder niemand meer verteld. Maar het is mooi om te zien wat dat geworden is hier. Maar het is ook heel goed om te zien wat een enorme innovatieve kracht deze bloembollensector heeft in Noord-Holland en hier in deze regio. Een innovatieve kracht die heel goed past bij de nieuwe gemeente Hollands Kroon. Ten slotte zijn wij deze nieuwe gemeente gemaakt om ook die innovatieve kracht te laten zien en die kracht van de mensen in onze gemeente die ook goed te kunnen vormgeven. Het is ook wel een beetje trots dat ik hier mag staan en voor enkelen weten dat ook. Dat hier niet alleen de waarnemend burgemeester van Hollands Kroon staat, maar ook de beoogd voorzitter van het Holland Flauw Festival. Dat is ook wel weer bijzonder. En wat dat betreft hebben we natuurlijk vorige week het Holland Flauw Festival mogen zien, waar ook de innovatieve kracht van deze sector goed te zien is. En wat mij betreft ben ik de verpersoonlijking van de samenwerking in deze sector als het gaat over Lentetuin en Flauwers Festival. Als het gaat over de kracht die dit gebied en die deze sector kent. Want tenslotte moet er worden samengewerkt. En dan niet alleen worden samengewerkt in de bloembollensector, maar ook in alle andere sectoren die wij kennen in de agribusiness, in onze agricultuur. Want het is natuurlijk zo dat als je ziet die bloembollensector, en wie weet dat niet hier, iedereen weet dat, dat Noord-Holland Noord het grootste aaneengesloten bloembollenveld heeft van heel de wereld. Iedereen weet dat hier in Noord-Holland Noord. Alleen weet de rest van de wereld dat ook. En dat moeten we ook gaan laten zien. En dat moeten we laten zien met elkaar. Niet alleen maar de telers, maar ook de veredelaars, ook de handelaren en ook de verpakkers
die uiteindelijk met elkaar moeten samenwerken. Maar niet alleen een samenwerking tussen alleen maar de bloembollensector, maar ook met de andere sectoren. Want we weten het allemaal, tussen Enkhuizen en Warmehuizen zitten alle grote bedrijven ter wereld als het gaat over zaadveredeling. Alleen wij weten het, maar weet de rest van de wereld het ook. Het is goed om met elkaar die samenwerking te starten in Noord-Holland-Noord. Agriboord is daar al mee begonnen. Onze Greenport-status is daar een mooi gegeven van. Dat hebben we bereikt. Goed, we hebben de Floriade dan wel niet bereikt. Maar het is goed om de handen ineen te slaan op de puinhoop van die Floriade. Onze eigen Floriade te bouwen in Noord-Holland-Noord. Met parels als de lentetuin. Om dat op deze manier vorm te geven. Zodat wij als Noord-Holland-Noord, dat wij als Hollandse Kroon, wij hier als het Noordelijk Zandgebied kunnen laten zien waar wij toe in staat zijn. En dan niet alleen trots zijn op onszelf, maar dat we de hele wereld trots laten zijn op wat wij hier bereiken. Inge, ik wil je vragen om het Olympisch vuur in de lentetuin te laten ontbranden. Ik wil allereerst een gigantisch applaus voor alle vrijwilligers, medewerkers en natuurlijk de sponsoren van de Rabobank. Dat jullie het allemaal hebben kunnen bewerkstelligen. Een prachtige, fleurige, kleurrijke lententuin ervan is geworden. Echt een sprookje om in te staan. Applaus. Oké, je bent vijf van. Bij de Maar het gaat natuurlijk om Inge. Inge, kom erbij. Want we hebben niet alleen een prachtige en luisterrijke opening gehad, maar we krijgen ook iets bijzonders. De doop van een lelie. En die doop die heeft te maken met een prachtige naam en een prachtige vrouw en een prachtige zwemster. Want naast mij staat, wat Marco al zei, de meest succesvolle Nederlandse sportvrouw aller tijden. En om even een klein inzicht te geven in haar carrière. Zij zwom 20 internationale toernooien in 15 jaar. Er was één jaar dat ze elk record brak wat er maar te breken was. Ik had het genoegen om daarbij te zijn. Het begon in Monte Carlo en het eindigde in Sydney. En het waren er volgens mij 12 in een jaar. Ze werd 48 keer Nederlands kampioene, 6 keer wereldkampioene, 5 keer Europees kampioene en 4 keer Olympisch kampioene. En in totaal haalde ze 8 Olympische medailles. Dat heeft niemand voor haar en na haar gedaan. In het zwembad was zij een parel die eigenlijk alle slagen heel goed kon. De schoolslag was niet haar allerbeste. De boskrawl was heel goed. Rugslag kon ze daar ook wel wat van. En Inge, de vlinderslag. Wat was het toch dat jij echt die slag zo onder de knie kreeg en had?
Nou, de Vlindersslag is echt een slag waar je een soort van gevoel bij moet creëren. Dat is een hele moeilijke qua coördinatie. En het is een soort van een beetje een dolfijnslag. En ik vond hem eigenlijk het leukste, omdat het de moeilijkste slag is om onder de knie te krijgen. En ik ga nooit voor de makkelijkste weg, dus vandaar dat de Vlindersslag eigenlijk mijn favoriete slag was. En die Vlindersslag, dat was ook je eerste goud, hè, in Sydney? Dat klopt. Ja, eerste zilveren met de meiden estafette. En de eerste goudplak was inderdaad op de 100 meter Vlindersslag. We gaan nog even kijken en luisteren naar die bijzondere Olympische finale op 17 september 2000. En daar is ze dan, Inge de Bruin. Wat moeten we nu nog zeggen? Eigenlijk niet meer. Het moet nu vooral gebeuren. Nu alleen nog die gouden medaille. De Bruin. Goed weg. Ze zwemt dus in baan 4. Tussen de gele lijnen. Met onder haar tussen de gele lijnen Patria Thomas. Maar die lijkt ze nu al kwijt te zijn. Boven haar Jenny Thompson. Normaal gesproken is het zo dat een aantal vrouwen de Bruin nog kan volgen in het eerste gedeelte van de race. Maar in het tweede deel maakt ze het meestal af. Gaat dat ook nu gebeuren? Daar komt de tempoversnelling. Ze neemt een halve lengte verschil op Jenny Thompson en het kan niet anders. Inge de Bruin gaat hier als eerste aantikken. Ze komt een beetje bij die baanlijnen, maar ze trekt door. Wat een schitterend gebeuren. Inge de Bruin, ze wint hier. Gouden medaille. Inge de Bruin, 56.61. En wat doet ze? Ze doet het ook nog in een nieuw wereldrecord. Nou, je kan niet anders zeggen. Daarmee bewijst ze dat ze dit jaar de grootste zwemster is bij de dames. Een wereldrecord dat laatst 20 jaar geleden heeft gestaan. Wat ze met anderhalve seconde verbeterde. 56.61. Olympisch kampioene Inge de Bruin. Ja. Als ik eraan denk, krijg ik ook nog steeds kippenvel, want ik was erbij. Ja. Nee, ja, Jos, het blijft de race van mijn leven. En het is eigenlijk het mooiste wat ik tot nu toe in mijn leven heb mogen meemaken. En iedere keer als ik die beelden zie, zie ze liever niet, dan word ik altijd toch wel een beetje emotioneel. Ja. Kan ik me helemaal voorstellen. Maar die butterfly, daar gaat het natuurlijk over vandaag. Er is een opera, die heet Madame Butterfly. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat we nu ook een lelie krijgen met die naam. Inge, we zijn bijna bij het grote moment. Het is niet de eerste bloem die je doopt. Nee, ik heb al een Inge de Bruin tulp in de keukenhof is naam mij genoemd. En ik heb de eer gehad om de Kika tulp te mogen dopen. En daar ben ik ambassadrice van eigenlijk al jaren. Dus dat was ook een hele eer. Want de Kika, dat is toch ook een deel van jouw leven geworden, hè? Ja, ik ben daar echt jaren geleden, eigenlijk gelijk in het begin door de voorzitter Tom Fout, die helaas ook is overleden, gevraagd. Toen werd mijn Olympische, althans mijn haaienpak, mijn zwempak waar ik goud in had gehaald in Sydney, werd toen geveild. En daar ben ik gevraagd op het Quality of Life Gala of ik ambassadrice wilde worden van Kika. En ik heb eigenlijk nooit een moment getwijfeld en eigenlijk gelijk gezegd, ja dat doe ik, want ik heb affiniteit met kinderen. Ik vind het vreselijk dat die kinderen die ziekte moeten hebben en daaronder moeten lijden. Want een kind hoort buiten te spelen, te genieten van het leven, naar school te gaan, te kunnen sporten. En daar wil ik me gewoon heel erg voor inzetten. Dat is heel lang niet kunnen, heb ik dat heel lang niet kunnen doen, omdat ik toen trainde 10 jaar lang in Amerika. Maar nu ik weer in Nederland woon, heb ik daar heel veel tijd voor en besteed daar heel veel aandacht aan. En dat heb ik voldaan gevoeld. Dat kan ik me helemaal voorstellen, want dit is de prijs in de huidige generatie topsporters. Zij stellen zich ten dienste van de charitatieve doelen, in dit geval het Kika Kankerfonds. Inge de Bruin, fantastisch dat je dat doet. En dan nu de champagne, Inge, want het gaat gebeuren. Ja, de 5 is nog niet in de klok, maar de champagne komt eraan. Nou ja, goed, er is iemand die hem natuurlijk voor je opent.
Als er dadelijk de champagne gestroomd heeft, is er nog het moment voor het ondertekenen. Daar gaan we. Het dopen van de lelie, de Lady Butterfly. Inge de Bruin, gasten bij de opening van de lentetuin die je hebt mogen openen. Uiteraard, wat vind je van deze tuin? Nou ja, ten eerste, ik kwam binnen en het is een walhalla van geur en kleur aan bloemen. Dat maakt je gewoon hartstikke blij. Ik ben sowieso een bloemenmens. Ik hou voor mezelf altijd een bosje elke week. En ik ben altijd in het zonnetje gezet met mijn prestaties. Ik kreeg ook altijd een mooie bos. Dus ja, ik hou er echt van. Het is echt fantastisch om hier binnen te komen en Londen hier te zien met de Tower Bridge en de Big Ben en de Engelse bus. Helemaal, nou, ik vind het echt een Olympische prestatie wat de vrijwilligers hebben gepresteerd hier. Echt waar. Had je enig idee dat er zulke tentoonstellingen zijn in de winter? Nou ja, de keukenhof was natuurlijk wel mee bekend, maar ja, dit... Het is gewoon een soort van sprookje waar je terecht komt. Dus ik was er nog niet echt heel erg mee bekend. En dan dat ze van een sporthal zoiets unieks hebben gemaakt. Ja, ik vind het echt... Als ik een pet had, had ik hem afgezet. Echt fantastisch. Heb je eigenlijk al een kleine rondgang gemaakt? Of moet je dat er allemaal doen? Nee, ik heb nog geen rondgang gemaakt. Maar die ga ik zeker doen. Als ik alle interviews heb gedaan. De officiële handtekening is al gezet. En de doop is net geweest. Dus ik ga zeker rondkijken. Ik vind dat heel bijzonder. Londen komt altijd maar ter sprake hier. Wij hebben Olympische ervaring. Jij was voor het eerst Olympisch deelnemster in Barcelona 1992. Je hebt er eentje moeten overslaan. Zit Londen er ook weer in voor jou? Ik ga sowieso, maar niet als zwemster. En ja, ik had wel een soort van gedacht aan... Nou ja, dat is een klein beetje ter sprake gekomen van een comeback. Maar dat was eigenlijk gewoon, als je rationeel nadenkt, was het ook gewoon niet op zijn plaats geweest. Ik heb waardig afscheid genomen van een fantastische carrière. Ik kon ook niet beter dan dit. En het is nu tijd voor de nieuwe generatie. En die gaan het echt fantastisch doen. Want die zijn beter dan ik op die leeftijd toen was. Dus daar verwacht ik echt heel veel van. En nu zit ik op een andere stoel. En dat is de toeschouwer die de long uit de lijf gaat schreeuwen voor ze. Dat is ook wel heel apart, hè? Trainster worden, is dat wel eens in je opgekomen? Nou Jos, ik denk dat ik een hele slechte trainster zou zijn. In de zin van, ik hou zelf van ja, heel erg met gezag aangepakt worden, dus dat de coach echt het gezag heeft en dat ik nou ja, gehoorzaam en doe wat hij zegt, dat vind ik het prettigste, maar ik geef wel zwemclinics door het hele land en ook in het buitenland en dat moet gewoon de spelende wijs zijn en dat ik let op detailwerk en dat soort dingen, maar echt als trainster van een elite groep functioneren, ik denk dat ik daar te lief voor zou zijn. Dat de ik denk niet dat het voor mij is weggelegd. Maar goed, je weet het nooit. Inge, je komst hier in Annapolona, Bresant. We waren allemaal heel erg blij met je. Ik hoop dat je hartstikke gelukkig wordt. Zeker door deze bloemen. Ja, nou dat ben ik al sowieso. Echt. Dankjewel.